dat we werden uitgenodigd voor Customer Track. Want ze heeft ons echt geleerd om heel goed te luisteren naar onze klanten. We zijn al gestart in Beuningen. We mogen uitrollen in Bunnik. We zijn in gesprek met de gemeente Den Bosch. Dus Customer Track heeft ons nu al een heleboel potentiële klanten opgeleverd. Wij hadden in eerste instantie de patiënt als eindgebruiker en ook als betalende klant in gedachten. Dat bleek toch niet helemaal zo te zijn. En we hadden eigenlijk die twee nieuwe richtingen, namelijk MS-klinieken of farmaceuten. En vooral bij ook de farmaceuten hadden we nog een heel aantal aannames. En die hebben we nu heel gestructureerd kunnen valideren.